winterlang op zoek naar Zorro moesten we wel even afkicken van onze gemaskerde held. Maar het is nu een half jaar verder en we hebben genoeg reden om Dennis de Groot en Jeroen Dekkers weer op te zoeken. Ze zijn namelijk een muziekduo geworden. Heren, leuk jullie weer te zien na een half jaar. Ja, superleuk. Jullie maken een debuut vanavond. Ja, dat klopt. We gaan optreden bij Miss Nederland. Nou, het eerst. Spannend, hè? We gaan zo nog even kijken hoe we op het podium precies. We moeten even de pasjes nog even doornemen. Even de staging. Je bent natuurlijk eerst vrienden en nu moet je ook als ware zaken met elkaar gaan doen. En, ja, het is toch wel anders, maar ik denk dat wij, ja, we liggen elkaar gewoon goed en we denken vaak over dingen hetzelfde. Ja, natuurlijk hebben we wat discussies gehad en dan denk je wel eens van, hé, wat een eikel, maar we komen er altijd wel uit. We hebben niet een heel plan van aanpak gemaakt. We zijn eigenlijk gevraagd door Kim Kutter van Miss Nederland om hier op te treden. Ja. Samen? Ja, samen. Zij had ja. ons bij Op zoek naar Zorro, had ze ons allebei gezien. En toen had ze een keer in de wandelgang gezegd, als ik Miss Nederland doe, dan kunnen jullie komen optreden. Kunnen jullie dan komen? En toen kregen wij het idee om dan samen een duo te gaan vormen. Het is misschien wel leuk om te vertellen hoe dat gegaan is. Maar tijdens Op zoek naar Zorro sliep Jeroen wel eens bij ons thuis. Ik woonde toen bij mijn ouders. Ja. En toen heeft mijn moeder een keer gedroomd dat wij een duo zouden zijn en dat we samen gingen optreden. En zo is het eigenlijk wel een beetje ontstaan van, dan misschien is dat wel wat. En meer toen, een grapje. Meer een grapje. En toen kregen we dat voorstel van Kim. En toen hadden we iets, dat moet ik doen. I'm with a love like that, you know you should be. Ik deed toen nog audities voor Tilburg en ik zat toen in de trein terug van Tilburg naar Enschede. En toen hadden wij dus dat idee gekregen om mijn eigen nummer te gaan maken. Toen ben ik gaan schrijven en kreeg ik een melodietje in mijn hoofd. Daar ben ik gaan uitwerken, ook muzikaal. En toen heb ik daar een gitarist bij gevraagd. Dat is Raymond is dat. En die is dat dan verder met mij heeft het uitgewerkt. En toen zijn wij, daarna zijn wij vrij snel samen allemaal de studio ingegaan. In Zorro leefden we eigenlijk allebei in een droom, onderwijzer, student communicatiewetenschap. Maar ik denk wel dat we allebei diezelfde drive gehad hebben om er helemaal voor te gaan. En om onbevangen in te springen en alles eruit te halen wat erin zit. En dat is eigenlijk ook wat het nummer uitstraalt. En die positieve vibe, dat gewoon, dat je daar een heel eind mee komt. Take a leap of faith, shine a little brighter, this is your day. Ik denk dat het altijd belangrijk is als je gewoon overkomt zoals je zelf bent. Dan hoef je nooit ergens over na te denken en dan ben je gewoon Dennis en je bent gewoon Jeroen. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel onze kracht is, dat wij onszelf zijn en dat je daarmee ook het dichtst bij het publiek komt. Ja. En daarmee hopen wij natuurlijk om. Ja, en wat wij dan misschien wel willen uitdragen is eigenlijk dan dat je met, als je ergens dan helemaal voor gaat, dat je dan dingen wel kunt realiseren. Want 3 weken geleden hadden wij nog helemaal niks. So loud.
Nije Stichting. Daar verbinden jullie je eerste single aan. Wat is de Nije Stichting? De Nije Stichting is een organisatie in Hengelo, is dat gevestigd. En dat is een stichting die zich inzet voor kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten. En hun hele familie eromheen en de naasten. En zij stimuleren en motiveren mensen eigenlijk om het beste uit hun leven te halen. Zij hebben ondanks een inloophuis hebben zij opgericht. Daar kunnen patiënten langskomen voor consultancy, voor een kop koffie, een goed gesprek. Wij veel wanneer we jullie weer samen zien. Ja, dat is inderdaad. Vanaf deze week is de single ook beschikbaar om te downloaden vanaf iTunes. Ja. Ik vanuit mijn huiskamer in Utrecht kan dat echt niet regelen. Waarom lukt dat jullie wel? Dat heb jij geregeld. Ja, ik heb hoe doe je dat, Jeroen? Bellen met iTunes. Ja. iTunes is een telefoonnummer. Nee, ik heb me ingeschreven bij Norma. En daar is een hele vriendelijke mevrouw. Die heeft ons verder geholpen. Wacht even, inschrijven bij een vrouw? Hoe gaat dat? Ja, Norma, dat is een website voor artiesten, een organisatie. En we hebben het vooral uitgelegd dat we een eigen single hebben opgenomen. En dat het voor de opbrengst van een goed doel is. En normaal duurt dat verwerkingsproces op iTunes duurt heel lang. Maar zij, omdat het voor een goed doel is, wilden ze daarbij helpen. En kan het deze week op iTunes verschijnen. Straks de grote vuurproef vanmiddag bij Miss Nederland. Ja. Tussen 12 prachtige dames. Zijn jullie daar gespannen voor? Voor de dames zijn we niet gespannen. Maar dat we het liedje voor het eerst gaan zingen, dat is best wel spannend. En dat is een... We hebben het net in die zaal gerepeteerd en ja, het is toch wel ook wel weer een grote zaal. Het is weer een groot optreden voor tv en voor dus die Op zoek naar Zorro gevoelens, die komen wel een beetje terug natuurlijk. En het is heel spannend, maar het gaat gewoon goed. Ja, natuurlijk gaat het goed. Dennis en Jeroen. Hang je daar door. Ik zag zelfs twee mensen opstaan voor jullie. Oh, twee? Oh, kijk. Was dat niet voor die missen die dan binnenkwamen? Want dat waren jullie zeker, of niet? Vertel, hoe is het gegaan? Ja, ik vond het wel heel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb er wel een goed gevoel over. Het geluid was goed. Het geluid was goed, kon het goed horen. Ja. Ja. Dus ik denk dat we wel dat tevreden kunnen zijn voor de eerste keer. Voor zoveel mensen en op zo'n evenement. Helemaal niet. Jawel. Follow your dream. Nee, nou, je kunt... Ik zou alleen follow your dream. Ja. Nee, dat was goed. Geen ruzie maken. Nee, we maken helemaal niet. We moeten nog jaren mee. No, of... Ja? Nee, absoluut. Jaren mee, Frans. We gaan nog jaren mee. Oké, veel succes. Ja, dankjewel. Hou ons op de hoogte van het verdere verloop van Dennis en Jeroen. Doen we. Nou, op naar de missen. Op naar de missen. Oh.